Blood Count fam, always supporting Knolpaal. Gaaf dat jullie weer kijken naar een nieuw filmpje van mij. Mijn naam is Calvin, ook wel bekend als Calvin. Doe eens gek, je bent een magno. Ik eet even een regenboogpaprikaatje en terwijl ik dat doe ga ik jullie even vertellen dat het tijd is om hard te gaan, dames en heren. Ei! Zijn we weer, het is weer gaande. Misschien is het jullie opgevallen dat ik over de afgelopen maanden hier en daar eens een keer wat heb laten vallen over een bepaald ding wat ik gemaakt heb, namelijk... Maar van niks naar kliks boek. Ik heb het nog niet zo vaak besproken. Van niks naar kliks. Mijn boek van niks naar kliks is... Als je het boek koopt... What the fuck is... Lees je nou een boek op Papijn.nl. En ook in alle luna's. Op mijn kaart op Papijn.nl. Van niks naar kliks. Jezus, ik kan... Oké, ja, I don't give a fuck, people. This is my best work ever, yeah, ever. Ever in the world. It's amazing, huh? You can even eat it. Alleen, ik ga jullie nog wat leuks melden. Namelijk, als je het boek hebt gekocht, is het je misschien opgevallen dat er een boekenlegger in zit. En dit is een hele belangrijke boekenlegger. Want hier staat een code op. Deze code geeft je toegang tot de waarheid wat er gebeurt als je doodgaat. Ja, serieus. Als je deze code uit je hoofd leert, kom je erachter wat er gebeurt als je sterft. Nee, even zonder grappen. Ah! Fuck, dude! Dus die moet je goed bewaren. Heb ik al gezegd dat je hem goed moet bewaren? Ja, je moet hem trouwens goed bewaren. Even dat je het weet. Ik heb jou gevraagd om de Calfam te joinen. Volgens mij niet. Doe het even. Abonneer op mijn kanaal. Doe schrik je weer normaal genoeg. En dan join je de leukste, meest epische en meest art. Oh! De... Auw. Ik heb nog wat anders te melden. Namelijk, het is je misschien opgevallen dat ik 900.000 abonnees behaald heb. 900.000 Calfam members. What the fuck, dude? Yeah, let's go. Om de 900.000 abonnees te vieren heb ik besloten dat ik een nieuw logo wil. Namelijk dit. Het Knolpower logo. Nee, grapje. Dit gaan we niet. Dat is niet de... Nee, dat gaan we niet doen. Nee, wat ik heb besloten is dat ik een nieuw Calvin logo wil. Het is tijd voor iets nieuws en ik heb iets vets. Namelijk, ik wil jullie onderdeel maken van het maakproces van mijn logo. Snap je? Ik wil namelijk jullie vragen om, als je het leuk vindt, je eigen Calvin logo te ontwerpen. Jawel, mensen. Want als je door mijn getagde foto's op Instagram heen scrolt, dan zie je allemaal prachtige shit. It's all beautiful. It's all you guys did this. You fucking did this. Jullie zijn gewoon masterminds als het gaat om edits en om logo's en shit. Jullie doen het altijd. Altijd maken jullie edits en ontwerpen van dingen en zo. Dus ik dacht, ik wil dat een platform geven. En dat doe ik door jullie te vragen. Nogmaals, alleen als je er zin in hebt, zie je dit niet als een soort van plicht of zo dat je dit moet doen. Helemaal niet. Maar het lijkt me gewoon super vet als jullie je ideeën opsturen van hoe mijn logo eruit moet zien. En je raadt het al, één van die logo's wordt de inspiratie voor het daadwerkelijk nieuwe Calvin logo. Jazeker, dat is. It's beautiful. It is. Dus wie weet is jouw ontwerp straks wel de bouwsteen van het Calvin logo. Ik geef jullie tot 9 september om je ontwerpje in te sturen. Je kan jouw ontwerp op 2 manieren insturen. Je mag ook allebei, want dan heb je meer kans. Aan de ene kant kun je hem op Instagram plaatsen met hashtag Calvin logo. Dan kom ik sowieso erachter. Dan check ik hem sowieso. Maar je mag hem ook mailen. Het mag allebei, zoals ik net al zei. Ook naar dit e-mailadres. En dan maak je nog wat meer kansen. Dus doe het gewoon. Je hebt tot en met volgende week zondag 9 september. Go Calfam! You can do this! We gaan door met de video van vandaag. Namelijk, ik heb wat leuks gedaan de laatste tijd. Ja, ga ik je eerlijk vertellen. Ik heb namelijk mijn boek langs mensen gebracht. Jazeker. Ik heb een actie gedaan dat als je in een... Ik heb iets leuks. Namelijk, als jij dit weekend mijn boek bestelt op Calvin.nl, dan kom ik hem misschien maandag langs brengen. Ik ga maandag bij een paar van jullie langs om hem langs te brengen persoonlijk. Ik ga ondertekenen, we gaan chillen. Let's go, bestel hem. Hey. En dat heb ik gedaan bij een aantal mensen en het was één groot feest. Het is een van de leukste dingen die je ooit kan doen, is gewoon bij je kijkers thuis langs gaan. Even op de koffie, even op het glaasje water, je weet toch? Hey. Dus dat heb ik gedaan en dat ging fantastisch. Dat was echt top. Ik weet niet of jullie ooit Kingsman hebben gezien. Dat is een film over een geheim agent die dan echt zo in zo'n winkel gaat. En dan kan hij schijnbaar een of andere gekut verhaal dit. In ieder geval, ik ben in een straat in Amsterdam. En ik ga hier Julian opzoeken. Dag dames, weten jullie waar Julian woont? Oké, hartelijk bedankt. Hallo, ik kom voor Julian. Ja, dat ben ik. Oké, mag ik naar binnen komen? Voor mij wel. Ja, doe de deur dan open, mag ik even? Goed, Julian. Dankjewel. Nice, mag ik naar boven komen? Van mij mag dat. Mag dat van jou? Ja. Oké, betekent dat dat van iemand anders niet mag? Misschien. Ik maak het heel moeilijk nu. Ja. Wat goed je het echt te mogen zien. Mag ik verder komen in je huis? Of mag van mij mag dat. Van hem mag dat. Van mij wel. Jeetje, wat een legendarisch huis is dit. Leef je in een film? Hoe heet dit beest? Een pin.
Yo, Pip, je naam klinkt als een kat. Wat heb jij? Ik heb een paprika voor je. Voor mij? Ja. Mag ik die hebben? Ja, ja. Gratis? Ja. Is die vergiftig? Nee. Heb je PlayStation? Ja. Zullen we een spelletje spelen? Van mij wel. Jongens, lieve mensen, Kelvin, ik ga voor het eerst ooit Fortnite spelen. En ik ben zenuwachtig en ik ruik naar hond. Yo, ik vlieg! Maar je moet proberen om zo snel mogelijk beneden te zijn voordat iedereen beneden is, want dan kan je alle wapens pakken. Dus ik heb eigenlijk nu al gefaald. Ja. Dat is eigenlijk wat je probeert te zeggen. Ja. Maak je helemaal dood? Oh, hij is aan het bouwen. Oh, dat heb ik gezien bij QC, dat kan. Nee! 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 Ik ben dood! Ik ben 60ste! Ben je dan het slechtst? Dylan, ik heb een cadeau voor je. Nou, eigenlijk is het geen cadeau, want je hebt er gewoon voor betaald. Ja. ik heb dit boek en die wil ik aan je overhandigen. Vind je dat goed? Ja. Hij is zwaar, hè? Jij bent een lezer, zoals ik kan zien. Ik zie genoeg boeken. Heb je allemaal gelezen, denk ik? Ja. Mag alles erin wat ik wil? Ja. Maar dan komen er hele punzige dingen op papier, hè? Wil jij filmen? Pak deze trommel erbij. Die lijkt op een trommel waar het wat stiekem een tafel is. Zet er even wat trommelgeluiden onder. Best wel Afrikaan ineens. Het is een handtekening van mij, die is redelijk lelijk. Het spijt me dat ik je heb teleurgesteld in mijn Fortnite skills. Het was oké. Deze mensen zitten met alle plezier mij uit te lachen hier. ik ga jou ooit nog weer zien. Ja. High five. Nee, tuurlijk niet. Oh. Ik ben in de buurt van iemand die ik eerst wou skippen. Alleen toen kwam ik erachter dat hij Skip heet. Comedy! Ik weet niet of het een jongen of een meisje is. Dat vind ik lastig aan de hele situatie. Hallo! Hi. Ben je Skip? Ja, ik ben Skip. Skip, aangenaam. Hi. Ik ben Kelvin. Hi. Mag ik binnenkomen? Ja, zeker. Toen ik hierheen liep, toen wist ik niet zeker of Skip een jongen of een meisje zou zijn. Omdat het qua naam... Ja, er zijn ook meiden die Skip heten, toch? Ja, niet zo vaak, hoor. Nee, ik vind dat schuurtje er echt idyllisch uitzien. Okay. Hij ziet er een beetje... Hij is authentiek. Hij is authentiek, inderdaad. Een mooi woord voor een beetje verpauperd. Verpauperd, ja. Ik kom jou een boekje brengen. Ja. Kom, we gaan even aan tafel zitten. Skip. Ja. Ik wou je eigenlijk skippen. Comedy. Ik heb een cadeau voor je. Wacht, ik ga het even pakken. Ja. Zeg in de als je wil, mag je in de tussentijd even iets in de camera zeggen. Ja. Vertel een verhaal. Ja. Mensen, volg me even op mijn Instagram account. SVW. Post ik foto's op van kleren en van schoenen en zo. Ik dacht bijna dat je even je eigen Instagram aan het pluggen was, maar volgens mij hoorde ik dat verkeerd, hè? Nee, dat is zeker verkeerd. Dat was echt, oké, ik dacht al, ik hoorde een beetje, maar goed. Ik heb voor jou het Van Niks Naar Kliks boek. Ja, doe even alsof je echt hyped bent. Yo, kom er gezellig bij. Op het moment dat ik hem overhandig, doe even alsof je een kind krijgt. Het meest gelukkige moment ooit. Ja, zijn we er klaar voor? Oké, en actie. Skip. Je raadt nooit wat ik voor je heb. Nee. Ik zal je niet lang in spanning laten. Ik heb hier voor jou het Van Niks Naar Kliks boek. Oh mijn god. Wow, zo cool! Perfect! Applaus! Oscar waardig! Waarom zijn jullie matties met Skip? Of zijn jullie familie van Skip? Ik wel. Jij wel? Ik ben vriendin van jullie. Ben jij de vriendin of nee, de vriendin? Nee. Dus je bent eigenlijk helemaal niet matties met Skip? Nee, mijn broer is best een matties. En waar is hij dan? Heidi. Heidi? Heet hij Heidi? Nee, hij Hein. Heidi? Heidi? Hein. Oké. Okay. Ja, als in van de ketchup. Ja. Nee, dat is Hein. Oh ja. Comedy. Waarom heb je voor Skip gekozen als broer? Toen zag hij er wel stoer uit. Wow, dan wordt hij gewoon geroost. Oh, hey. Hij staat gewoon in dezelfde kamer, hè? Ja, ruzie vanavond. Ik weet precies hoe dat gaat. Waarom hebben jullie het Van Niks Naar Kliks boek nog niet? Ik ga me net meelezen. Je kan niet nu hetzelfde antwoord zeggen. Zeg gewoon dat je dyslectisch bent. Ik ben heel dyslectisch. Echt? Ja, echt. Oh, nee, maar dan begrijp ik het. Wat wil je nog meer? En dan ga ik je nog even een high five geven. Nee, natuurlijk. We onderbreken deze uitzending voor een belangrijk bericht. Namelijk, als je deze video bekijkt op 1 of 2 september, dan heb je geluk. Als jij dit weekend namelijk je boek bestelt, het weekend van 1 of 2 september, dan kom ik hem misschien wel komende maandag, 3 september, bij je langsbrengen. Jazeker! Weet jullie waar Tim woont? Tim? Ja, ik kom een boek brengen naar Tim. Je zit achter het muurtje. Hoi, bedankt voor het boek. Hey! Hoi! Hoi!
Ben jij Fons? Ja, ik ben Fons. Aangenaam. Ik ben Kelvin. Ja. Hey. Ik ben Lola. Potverdorie. Ik ben gewoon bij je thuis. Yeah. Ik ben gewoon bij je thuis om dit boek te overhandigen. Fons, wat vond je ervan? Hey, comedy. Ja, goed zo. Dit zijn mijn knuffels. Hoe heten ze? Dit is Beer en dit is Snof. Andersom is het Fons. Oh, daar is over nagedacht, man. Comedy. Een cadeau voor jou. Heb je een cadeau voor mij? Paprika. Sick. Dankjewel. Ik heb ook een cadeau voor jou. Nou, eigenlijk is het geen cadeau, want je hebt er gewoon voor betaald. Maar alsnog, een soort van cadeau. Doe het. Heb je wel eens een boek gelezen? Er staan ook letters in. Best logisch voor een boek, hè? Inderdaad! Maar moest hij iets lezen? Ja, anders komt hij niet aan het lezen. Nee, dat is ook zo. Dachten we, dan moet hij iets uitzoeken waar hij echt zin in heeft. Hij zit veel te veel op zijn PlayStation. Hé, je praat gewoon door je vader heen. Ja, dat gebeurt vaker. Komt dit op YouTube? Nee. Ah. Ik ben de ene laatste! Echt gewoon net één laatste. Oh. Sorry als de controle bezweet is. Ik ga er weer vandoor. Ik ga even high five geven. Ah! Oh, je was net op tijd. Moet je haar nog eens zien? Dit is echt niet gezond. Kijk hoe lang het is. Je hoeft gewoon in de nacht geen gordijnen te gebruiken. Oh! Als het goed is, woont hier Marie. En we gaan kijken of ze aanwezig is. Yeah, let's go. Yo, we gaan kijken. Yeah. Hi. Hoi. Alles goed? Ja. Ben je blij? Ja. Is het jou opgevallen dat er hier een spinnetje hangt? Hier. Eww. Ah, ah. Eww. Wonen jullie hier met z'n tweeën? Ja. Echt? Ja. Wow, sick. Mag ik een hele brutale vraag stellen? Mag misschien water? Oh, ja. Yes! Kunnen jullie hula hoop doen? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Oké, hula hoop, go. Yes! Lekker, een volle 1 seconde. Volgens mij is dat voor 7 jaar geleden. Yes! Nou, ja. Marie, ik ga mij overhandigen. Ja. En dan wil ik dat je heel erg teleurgesteld bent. Alsjeblieft! Willen jullie nog iets zeggen? Dankjewel. Mag ik een foto? Nee. Oh. High five. Daaah! Woe! Dat was gezellig, jongen. Dat was top. Ik vond het echt leeg. Het was een fantastische dag. Eerlijk? Eerlijk. 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 Eerlijk, man broer. Ja, man broer. Ja, man broer. Nee, man broer. Ja, man. Maar bestel je boek dus dit weekend 1 of 2 september. En dan kom ik misschien 3 september bij je langs. Lieve Kelvin. Hoe schrik je bent er normaal genoeg. En ik zie jullie gewoon woensdag weer de ballen!